Het nieuwe Lokerse college van burgemeester Enschepene is van start gegaan. De coalitie blijft gelijk, een paar gezichten veranderen en de bevoegdheden zijn hier en daar door elkaar geschud. In deze reeks vertellen burgemeester Enschepene wat zij de komende 6 jaar voor Lokeren in petto hebben. We gaan de komende legislatuur bijkomende inspanningen doen om onze stad nog mooier, nog gezelliger en aangenamer te maken. Specifiek wat mijn burgemeestersbevoegdheden betreft gaan we natuurlijk op veiligheid inzetten. Dat is ook een zeer belangrijk thema voor de bevolking. Dus wij gaan ons cameraproject nog verder optimaliseren, een beetje uitbreiden ook aan de invalswegen. We gaan ook een nieuwe brandweerkazerne zetten, want dat is ook veiligheid natuurlijk. Een nieuwe brandweerkazerne, zodat de brandweer goed geëquipeerd is. En in het algemeen denk ik dat we moeten kijken hoe we onze dienstverlening voor de bevolking nog kunnen verbeteren. We hebben het postkantoor aangekocht, dus we hebben bijkomende ruimte voor kantoren en voor onze dienst toerisme. En ik zoek toch ook op de digitale snelweg wat meer vooruitgang te boeken, dat er ook meer digitale loketfunctie kan geïnstalleerd worden in onze stad. Dus de dienstverlening kan ook nog wel wat geoptimaliseerd worden. Gaan proberen het werk dat niet af is verder af te werken en vanzelfsprekend een aantal bijkomende en nieuwe accenten te leggen. Ik denk dan in de eerste plaats aan stadsvernieuwing. Daar staan toch wel een aantal mooie projecten op stapel. Ik denk aan de aanpak van onze stationsomgeving, de ontsluiting van onze Durmendijken, de aanleg van het stationsplein te Exaarde en vanzelfsprekend een derde fase van onze markt. Wat betreft wonen, huisvesting, denk ik dat in alle partijprogramma's stond te lezen dus dat er werk moet gemaakt worden van een woonloket. Dat betekent dus dat alle reglementering, alle verplichtingen, alles wat van ver of dichtbij te maken heeft met wonen, huisvesting, op één plaats, één locatie zal worden gebundeld. En dat de lokeraar dus weet waarheen met zijn vragen en met het oog van zijn spreken op het verkrijgen van een noodzakelijk antwoord. En last but not least, Lokeren is fel naturel. Vanzelfsprekend is de bedoeling van waar mogelijk dit nog te gaan versterken. In de eerste plaats door de realisatie van 2 bijkomende parken op de Heirbrug en op de Spoelen.